Als ik je nou gewoon pak straks. Jezus! Dit vraag je toch niet op tv? Wat is dat mensen? En welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag gaan we kijken naar de meest awkward eerste dates. Ja, jawel, je raadt het misschien al. Ik heb het over first dates. En als jij dit nou kijkt, maar je bent nog niet geabonneerd. Hé, hey, waar ben je dan mee bezig, man? Ik riskeer mijn leven om deze cringy shit te bekijken. En je bent nog niet eens geabonneerd? Ongelooflijk mensen, ongelooflijk. Maar, dit kunnen we erg makkelijk oplossen. Klik even op die abonneerknop. Maar goed, weet je, het is gewoon tijd om te beginnen. Origin en let's go. Oké, dan is het nu tijd voor het eerste koppel. Essentiële vraag. Proppen of vouwen? Proppen of vouwen? Nou, er schoten gelijk allerlei gedachten door mijn hoofd. Vouwen. Vouwen. Oké, juist. Ik gaf echt het foute antwoord wel op mijn vraag. Ja. Als het gaat om wc-papier... Ja, daar is toch niemand die dat fout. Oh mijn god, nee! Nee, was dat een vraag? Ik snap dat dan niet. Proppen of vouwen? Heeft ze dat net serieus gevraagd? Oh, je begint de date toch niet met de vraag hoe de ander zijn billen afveegt? En dan is er ook nog eens van... Oh nee, man, dat is het verkeerde antwoord. Wie fout er nou? Ik vouw, ja? Ik vouw. Nu ben ik trouwens wel benieuwd. Laat in de comments achter. Prop jij of vouw jij? Heb je vaker dates? Vast al? Ja. Ja, op zich, ja. Ik ben op zich wel... Nou ja, een expert in daten, dan denk je, ja, oh, loser, waarom is het je nog niet gelukt? Maar nee, ik heb wel vaak dates, maar toch nooit, of bijna nooit. Ja, dat eigenlijk, ja. Een dating expert? Oké. Dit zet mijn verwachtingen wel hoog, hè? Ik geef dan Nederlands en verzorging. Oké. En voor verzorging gaf ik ook seksuele voorlichting aan die brugklassers. Nou, dat is echt fantastisch. Je had eigen ervaringen allemaal. En, Nou, ik heb ze wel verteld dat ik jaren geleden een date met een man uit Amsterdam. Ik kom aan op het station, super groot plein natuurlijk, en ik zag in de verte dus een klein, kaal, dik mannetje staan. Ik weet niet of dit de goede kant op gaat. Een klein, kaal, dik mannetje. Volgens mij zit tegenover haar ook een kale man. Maar weet je, misschien oordeel ik te vroeg. Ik hoop gewoon zo erg dat ze hem niet gaat beledigen. Hij was echt, nou ja, kaal, hè. Zo kaal als een, nou, biljartbal. Je ziet die guy zo super awkward lachen. Ja. Oh, nee, nee! Oh, shit. Please, hou op. Red jezelf nu nog kan. Ik vind het niet erg dat ik een beetje terugtrek naar haar lijn. Nee, hoor. Zo, hè. Oh, dit was niet echt een handige move. Maar deze vrouw praat ook best wel beledigend. Stel je voor, ik zou op een date zitten met een meisje. En het meisje begint opeens... Oh ja, ik haat Aziaten echt, man. Oh, godverdamme. En dan zou ik daar zitten van... Oh, oké. Niet de beste move. Ze komt tot nu toe nog niet echt over als een dating expert. Totaal niet. Tip 1. Beledig je date niet. En het is weer tijd voor het volgende koppel. Maar als je mij zou tegengekomen in Den Bosch... Zou het dan 1, 2, 3 jouw type zijn met wie je een gesprek zou aanknopen? Of, Ik weet nou niet of ik daar zelf altijd eerst aanzet toe doe. Nee, oké, dat snap ik. Ja, nee, oké, dat begrijp ik. Nee. Dus het zou me wel kunnen overkomen en dan... Ik weet niet of hij de persoon zou zijn die zou blijven hangen. Oké, haar eigenlijke antwoord is gewoon nee. Maar ze probeert wat aardiger te zijn. Ik heb aangegeven van als we elkaar tegen zouden komen, zou ik prima met jou spreken. Maar ik denk niet dat ik je zou onthouden. Ik denk dat dat wel eerlijk genoeg is. Bart, hoe heet hij? Frank. Wauw. Oké, dat is heel duidelijk. Ze weet zijn naam niet eens meer. Dat is geen goed teken. Nee, mensen, praat! Oh nee, alsjeblieft, iemand. Zeg gewoon iets, weet je. Ja, nog iets leuks te vertellen? Maar dit is echt een dooddoener. Dat kan je echt niet vragen zo. Oh. Nee. Ik kan toch niet zeggen, vertel eens iets leuks? Ja. Nee, misschien heb je wel iets leuks te vertellen. Ze praat niet eens. Slimme move. Kijk, dat is wel het lastige. Als er zo stilte valt, je moet niet van dit soort shit zeggen. Je gaat bijvoorbeeld ook niet zeggen van... Oh ja, lekker weertje, hè? Haha. Dat zijn van die super standaard dingen waar toch niemand op wacht. Grappig hoe het eruit ziet. Hij antwoordt gewoon niet. Ik had wel een moment dat ik dacht van... het komt niet echt op gang, het gesprek. Oh, hij zegt ook niks. En dan hoopte ik eigenlijk dat hij iets zou zeggen. Maar dan had ik wel weer een vraag. Dus... Was je niet niks hier? Hond. Dit is ook zo'n stom gesprek. Kijk, weet je wat dit al zoveel beter had gemaakt? Als ze door zouden vragen. Oh, een hond. Interessant. Waarom is dat je lievelingsdier? Gewoon een beetje doorgaan op het gesprek. Anders is het ook zo'n super oppervlakkig gesprek met één woord als antwoord. Dat werkt ook nou niet helemaal. Willen jullie nog wat drinken?
Ja. Ja, weet je of jullie veganistische rode wijn hebben? Hoezo is dat vegan dan? Nou, er wordt in het productieproces van rode wijn dus een dierlijk product gebruikt. Vroeger was het varkensvet. Tegenwoordig is het volgens mij iets van eiwit. Oké, ik ga voor je kijken. Fijn, dankjewel. Als het niet zo is, wil je dan wat anders drinken? Nee, dan wil ik eigenlijk ook rode wijn. Ook als het niet zo is, maar ik wil wel graag weten of het vegan is. Ja, oké, ik ga voor je kijken. Oh, dat vind ik ook een beetje een interessante vraag of zo. Want ja, het antwoord maakt toch niet uit. Je wilt het sowieso. Oké. En voor jou? Ik wil graag een niet vegan rode wijn. Ah, oh, legend wel. Ik wil een niet vegan rode wijn. Duidelijk. Wel een keer gehad, gewoon dat het echt gewoon puur om seksdates ging en zo. En ik heb toen tegen haar gezegd, ik denk dat je beter naar de keurslager kunt gaan. Daar kun je worst krijgen in elk formaat, dikte en lengte wat je graag wenst. Die is wel heel groot. Ja, maar weet je, ik laat me daar niet voor gebruiken. Ja, dan denk ik, oké. Ja, prima, weet je. Als je dat zegt tegen een D, als je met een D bent, ja. Wat een opmerking ook! Je hebt lippenstift op je kin. Heb ik lippenstift op mijn kin? Ja. Ah. Wie heb jij gezoend? Is van... Ja, ik dacht echt, ik zat er meer aan te kijken van, oké. Dus jij bent zo, oké, prima. Hij gaat gewoon helemaal stuk om zichzelf. Ja, die paste niet echt bij elkaar qua humor. Ik vond het wel een gezellige date. Ik vond het, ik heb wel gelachen. Hoe vond jij het? Ja, Oh shit, nee. Ik vond het eigenlijk niet zo heel leuk, date. Oh echt? Wauw. Ja. Oeh. Zo, dat is nog geen zuur. Hij is tenminste wel eerlijk. Maar ik vind het zo zielig. Die vrouw vond het zo superleuk. Kon je dat tenminste niet een beetje voor jezelf houden? Gewoon een beetje van, ja, ik vond het ook heel gezellig. Maar ik voelde die klik nog niet helemaal. Was al veel beter geweest. Maar goed, het is nu wel in één keer duidelijk en eerlijk. Zoiets? Stop. Wow. Het wordt steeds meer awkward. Oh. Maar dat vind ik zelf persoonlijk ook awkwarder. Sommige mensen geven 1 kus. Sommige mensen geven 3 kusjes. Het is niet jullie schuld. Maar het is wel awkward. Maar het kutte in dit geval is, het staat op beeld. Oh. En nu is het tijd voor eentje die ik al had gezien. Het is namelijk de date van de enige echte meme god. Oh nou ja, zo noemt hij zichzelf tenminste. Wat doe je in het dagelijks leven? Ik zit in mijn 2e jaar van illustratie aan de Kunstacademie in Utrecht. Oh ja. En jij? Ja, ik ben 2 keer blijven zitten. Ik zit nog in de basisschool. Wat? Ik zit nog in de basisschool. Dat is ook kut als je zo'n verspreking maakt. Maar trouwens, middelbare school. Deze guy ziet er best wel oud uit. Niet op de basisschool. Oh, nee. Okay. Nee, ik zit nou half op 5. Maar oké, je hebt je goed weten te redden. En gamen. Lekker Minecraften. En Minecraften? Lekker Minecraften. Wauw, ja. Serieus? Jazeker. Nou, hou je van memes? Ja. Oh, hier komt ie, hier komt ie. Ik ben zelf ook een meme-god. Ik maak ze zelf, dus ik original content. Dat zeg je toch niet? Misschien dacht hij dat het cool klonk of zo. Ja, ik ben een meme-god. Mensen, zo maak je geen indruk op de vrouwtjes. Maar dat was onze meme-god. Oké, weer tijd voor een ander koppel. Wat is plan? Split of gaan we dan heel erg beoordelen? Maar dat is nog uitbetalen. Nee, ik ga hem sowieso niet betalen. Oké, interessant. Dat is altijd het ding, hè, wanneer de rekening komt. Maar deze guy zegt van, ja, splitten of anders mag jij het betalen. Maar deze vrouw ook, die is van, nee, ik ga niet betalen. Dit wordt sowieso geen goede combinatie. Ik vind dat splitten van de rekening echt fucking walgelijk gewoon. Als jij hem heel graag wil splitten, dan... Ja. Oh, maar kijk, dit is zo'n type. Die vindt het splitten van de rekening echt super walgelijk. Maar die zou zelf ook niet alles betalen. Maar ik denk altijd van, kijk, als je nou meedoet aan zo'n show, hè. Je komt gewoon op tv, alles staat op beeld. Dan wil je toch gewoon een beetje goed overkomen. Dus dan denk ik van, ja, dan doe je toch niet zo moeilijk over één zo'n rekening. Maar deze guy is ook erg. Anders mag jij betalen. Dat is nou ook niet heel slim om te zeggen. Als iemand namelijk iets volledig wil betalen, moet het uit hunzelf komen. Vind ik dat tenminste. Dus je houdt er wel van, een beetje seks. Ik vind het wel belangrijk. Nou, het is ook niet heel onbelangrijk. Ik denk niet dat ze er vies van is. Ik denk dat ze wel van een goed potje seks houdt. Nou ja, ik denk er ook best wel vaak aan. Als ik je nou gewoon pak straks. Jezus! Dit vraag je toch niet op tv? En wat als ik je straks pak? Ik vond die eerste vraag al best wel direct, maar dit? Zo hé. Er bestaat ook iets als te direct zijn. Dankjewel. Dankjewel. Dank je. Nou, lekker. Zo. Takje liefde noemen ze dat altijd. Oh echt? Dat zie ik op tv altijd. Oh. Ik ben verslaafd in die kookprogramma's. Oké. Zie je zo van, ja, even een takje liefde droppen noemen ze van die blaadjes. Oh, dit smaakt een witte chocola. Dat is ook heel lekker. Onderin. Ja.
En toen viel het stil. Mensen, praat! Iemand! Een van de twee! Zeg iets, alsjeblieft! Ik heb wel mijn best gedaan om... een beetje leuk over te komen. Gezellig, vrolijk en... ik hoop dat dat gelukt is. Ja, op zich. Hij ziet er best vrolijk uit. Ik had het erg van zelfverzekerde mensen. Mannen ook. En dat, naar mijn gevoel was hij dat niet. Was hij nog erg verlegen en merkte ik dat aan hem. Ja. Ik denk zelf, naar mijn idee, maar ik heb je natuurlijk heel even gezien dat je heel verlegen bent. Ja. Een verlegen type. Ja. En dat het daarom ook voor jou lastig is om gesprekken te voeren. We krijgen hier een gekke psycholoog. En gelukkig niet heel lange stilte, sorry. Ik denk van... Ik zag deze vrouw kijken van... waar heb je het over? En daarna volgde weer een lange stilte. Ik vind het interessant dat deze mensen dat niet eens doorhebben. Zeg maar, als het bij mij in stilte valt, ik merk het gelijk. Maar deze mensen zitten gewoon minuutlang tegenover elkaar, zeggen niks. En zeggen dan achteraf... Ja, ik vond dat er niet heel veel stiltes vielen. Bij mij zit er geen vervolgdheid in. Nee. Nou, dat is geen verrassing. Ik wil niet splitten. Ik wil liever splitten eigenlijk. Wil je liever splitten? Ja. Oké. Okay. Nee, dat ben ik echt. Ik wil liever splitten. Ja, als je het zegt. Prima. Dus doe mij maar de helft. Maar als een man de rekening betaalt, dan hangt daar een soort van onzichtbaar kaartje aan. Vind ik dan. Waar een soort van seks opgeschreven staat. En dat wil ik gewoon voorkomen. Dat gevoel heb ik niet echt. Maar oké, okay, oké, okay, dat kan. Dat kan. Kan ik hem gewoon ophouden? Op een gang. Dat toch niet? Doet hij het? Ik hoop wel dat mijn saldo nog genoeg is. Krijgt toch? Ja. Dat is mooi. Ik heb een vrij dure tas gekocht deze maand. Oh mijn god. Ja, dacht het al. Wacht. Nee, wacht. Die tas wilde ik van mijn soort van eerste salaris kopen. Ah, dat heb je gedaan ook, begrijp ik. Dat heb ik gedaan ook. Laat ze het daar bouwen. Dit valt zo hard. Wauw. Dan praat je eens helemaal over... Ja, ik werk gewoon fulltime. Ik heb gewoon geld in de pen of woman en zo. Heb je niet genoeg saldo? Oh, dat zijn we zuur, ja. En ja, goed. Dan zijn we aangekomen bij de allerlaatste. Hier gaan we. Nog eventjes volhouden. Ik ga je een hele vreemde en onbeleefde vraag stellen. Nee. Doe het nou niet. Doe het nou niet. Please, doe het niet. Ben je naam vergeten? En ik ben het echt vergeten, ja. Ik vind het echt veel. Nou, op zich valt het nog mee. Ik dacht, nu gaat echt één vreemde vraag komen. Ja, dip je tenen wel eens in pindakaas? Maar gelukkig, het valt mee. Ja, minpunt. Ja, oh echt? Ja, die spaar ik, daar ben ik echt heel goed in, minpunt. Heel groot minpunt. Oh shit. Dat is niks voor mij, maar... Ik begin met een C. Je maakt er een spelletje van en dan word ik echt direct door getriggerd. Want ik vind het spelletje ontzettend leuk. Ik begin met een C. Hoeveel letters is het? 5. Ik ben zijn naam nog wel. Hij de mijne niet. Karin, oké. Ik vind het echt heel erg vernederend en pijnlijk. Kan je het niet gewoon zeggen? Nee. Lekker Karin, let's go! Nou, van nu wel mevrouw. Mevrouw? Ja. Ja. Moet wat, hè? Mevrouw ook. Klinkt zo oud. Ik ga je echt heel oud mee worstelen en die doe je opzettelijk. Ik vind het leuk, hè? Ja, dit vindt ze echt heel leuk. Maar toch wel een momentje waarvan ik ben zelf dacht... Maak je nu geen goede indruk? Maar goed, je moet wel jezelf zijn. En ze moet je ook leuk vinden om wie je bent. Nou kijk, om eerlijk te zijn, ze spelen dit gewoon leuk af. Het kon namelijk echt super awkward worden, maar ik vind het wel meevallen eigenlijk. En goed weggespeeld. Hallo. Willen jullie pin of contant betalen? Ik pin als. Ja, pint? En goed. Ik wil ook mee betalen. Sta je daarop of zeg je van, mag ik de eerste date betalen? Je mag betalen, maar... Oeh. Ja, ze vindt het heel moeilijk. Het ligt aan de eerste date, wat bedoel je daarmee? Ik doe een rondje, kunnen jullie discussiëren? Willen jullie elkaar nog een keertje zien? Jij mag eerst. Oh, nee, vind je het zo eindelijk? Nee, ja, maar ik wil gewoon dat je eerst gaat komen. Zo, doe een hond. Nou ja, mij lijkt het hartstikke leuk. Ja? Ja? Oké, mij ook. Ja. Hey, let's go! Zo zie je maar mensen, als je het gewoon op een beetje een leuke manier wegspeelt, komt het allemaal goed. Ik denk eerlijk gezegd dat dit ze juist wat closer bij elkaar hebben gebracht. Is gewoon een beetje grappig en zo. Nou, dat is toch een leuke afsluiter voor vandaag. Maar ja, dat was het eigenlijk weer voor deze video. Laat even in de comments achter welke date jij het meest awkward vond. Like deze video als je het leuk vond. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En yo, dan zou ik zeggen later. Yo.